is toch het programma waarin ik je ga laten zien hoe allemachtig trots we mogen zijn op Gelderland. Want wat een innovatieve en bijzondere bedrijven heeft onze provincie. Vandaag zijn wij in het verre oosten van Gelderland in de prachtige Achterhoek. En met innovatieve ideeën je buurtbewoners mobiliseren om energie te besparen of om zelf energie op te wekken. Dat doet de coöperatie Lochem Energie. Dit burgerinitiatief heeft na 4 jaar al 600 leden en heeft grootse plannen voor een duurzaam Lochem. De droom uiteindelijk, maar dat is ook, ook de droom die ons gemeentebestuur wel heeft, is dat wij energie neutraal worden in 2030. En dat is nog 15 jaar vanaf nu. Dat lijkt heel ver, maar daar moet je echt al flinke stappen voor zetten. Nou kijk, hier heb ik nog het oude krantartikel opgezocht van dat eerste bijeenkomst in Eefde. Dat is verschrikkelijk leuk, waar een heleboel mensen kwamen. Energieinitiatief slaat aan. Nou, dat is oktober 2010. Nou, toen ik bij de eerste bijeenkomst in Eefde zat, toen zat ik daar met de nodige scepties. Moet ik zeggen van, nou, het is leuk, maar ik moet het allemaal nog maar eens zien. Ik ben wat financieel geschoold van huis uit, dus ik denk ook, nou, dat moet ook financieel allemaal maar kunnen. En tegelijkertijd voelde het wel van, maar het is wel mooi om je steentje aan bij te dragen. En wij hebben eigenlijk best al veel bereikt. We hebben een project, het zwembad in Almen. Daar is een hele mooie samenwerking van de bevolking en de provincie en Lochem Energie. Die samen zorgen dat er een investering kan worden gedaan en zo aardgas bespaard kan worden. Nou, dit is de eerste collector en die staat symbool voor de 50 of 60 collectoren die hier komen te liggen. En met die 50 of 60 collectoren, daar kunnen we samen met de deken die daar ligt, kunnen we in principe het zwembad warm maken. Lochem Energie als energiemaatschappij kan 25% subsidie krijgen als Almen ook 25% 15.000 per inbrengt. En daar zijn we nog heel druk mee bezig. En dat betekent dat we voor lagere kosten dezelfde functionaliteit hier kunnen hebben. En dat betekent dat het zwembad blijft bestaan voor Almen. Villa, dat is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat zijn dak beschikbaar heeft gesteld. Ja, eigenlijk voor ons initiatief. Dat is gekomen omdat ik altijd wel maatschappelijk betrokken wil zijn. Ik geloof dat je een samenleving samen maakt. En ook al hebben we geen direct belang in ons bedrijf, dan is het een hele mooie gelegenheid om zo'n groot dakvlak ter beschikking te stellen voor de zonnepanelen, zodat anderen daar profijt van kunnen trekken. Wij huren 1 kavel panelen, dat zijn 5 zonnepanelen. Ons dak is niet geschikt voor zonnepanelen en dan is dit natuurlijk een prachtige oplossing. Elektrisch vervoer hebben we ontdekt, is ook wel heel erg belangrijk. Het is ook een manier om energie te besparen, want in mobiliteit gaat best heel veel energie om. Dus mensen kunnen er gewoon kunnen bellen en auto ophalen. Voor 5 euro per dag deel kun je deze auto huren. En je kunt gratis parkeren in de stad. Bijvoorbeeld in Enschede heb je heel veel laadpalen in Arnhem. En ja, ik vind het ook voor het milieu. Het geeft gewoon een goed gevoel dat je het idee voor jezelf hebt dat je dan toch een kleine bijdrage levert. En het buurtgevoel, hè, dat je dus samen met de buurt een auto deelt. Er zijn wat initiatieven in het land, zoals Texel Energie en Gunniger Power, dat ken je misschien wel. En dat zijn ook lokale initiatieven om met energie bezig te zijn. Dat gebeurt op heel veel plekken, maar je ziet dat het af en toe ook heel weerbarstig is om het voor elkaar te krijgen. Ja, en we hebben hier toch het geluk dat we een heleboel enthousiaste mensen hebben die leuk kunnen samenwerken. Van het eerste uur zijn ze er eigenlijk ook allemaal nog bij betrokken. Dat is best bijzonder na zoveel jaar. Dus nou, dat geeft ook wel aan dat het niet alleen maar, we zijn niet alleen maar aan het werk. We hebben het ook leuk samen om dit te verwezenlijken.